Dit is Ricky Gevers, ofwel Hackman. Hackman weet dat heel veel Nederlanders niet of nauwelijks nadenken over hun digitale veiligheid. En dit is Lieke van Lexmond. Zij denkt dat alles wat ze online doet veilig gebeurt. Maar is dat wel zo? Lieke durft het aan en daagt Hackman uit. Jullie hebben gestemd. Hackman gaat nu aan de slag met Lieke's smartphone. Als ik daar op een terras zit of ik ben ergens in een ruimte, denk ik, oh, lekker handig inloggen. Ja, ik zit wel vaak op openbare wifi. BN'ers zijn voor mij verder geen uitdaging. Iedereen maakt altijd wel ergens fouten. Lieke is daarop voor mij geen uitzondering. Ik ga beginnen met haar telefoon. Het aantal mensen dat slachtoffer wordt van digitale fraude is schrikbarend hoog. Hoog tijd om Nederlanders bewust te maken van het onderwerp digitale veiligheid. Ja, ik gebruik best wel vaak wifi in het openbaar. Nou, als er ergens een bordje staat met hier is free wifi, dan doe ik dat wel. Overal zie je tegenwoordig wifi-netwerken en al die wifi-netwerken zijn voor mij een mogelijkheid om toegang te krijgen tot iemands smartphone. Ook al zijn die netwerken bijvoorbeeld beveiligd met een wachtwoord. Ik had net zo goed naast Lieke kunnen gaan zitten en dat had ze waarschijnlijk niet eens doorgaan. Terwijl Lieke daar lekker zit, richt ik ondertussen hier een vals wifi-netwerk op. Ik heb nu de val helemaal zo staan dat Lieke waarschijnlijk op deze portal zal inloggen. Ik zorg ervoor dat mijn signaal sterker is dan het signaal van de echte koffietent. Ik zorg ervoor dat ze internet heeft, zodat ze zelf niks in de gaten heeft. En ondertussen neem ik haar verbinding over. De val is gezet. Zal Lieke erin trappen? Ja, daar heb je er al. Ze is nu al binnen. We hebben nu eigenlijk al volledig controle over haar mobiel. De telefoon van Lieke is gehackt. Privégesprekken, foto's. Het is allemaal in handen van Hackman. Hij heeft zelfs toegang tot Lieke's camera en luistert mee via de microfoon van haar telefoon. Lieke daagde Hackman uit en nu is het tijd voor de confrontatie. Is Lieke wel zo veilig als ze denkt? Het woord is aan Hackman. Oké. Nou, let's go. Jij bent met mij de uitdaging aangegaan. Maar voor mij is niet zozeer de vraag of ik jou kan hacken, maar wanneer ik binnenkom. Ik heb jouw sms'jes gezien, jouw privéfoto's van jouw telefoon, maar ook jouw online accounts. In feite ben ik in het bezit van jouw digitale identiteit. Toen ik het valse wifi-netwerk online bracht, was jij een van de eerste die daar verbinding mee maakte. 1-0 voor Hackman. Dit is toch echt serieus niet normaal? Ik ben zwaar verslaafd aan die smartphone, dus dat betekent dat als iemand hackt, dat hij gewoon de hele dag kan volgen wat je aan het doen bent. En ook al je foto's, weet je, het is gewoon, dit, meer privé wordt het eigenlijk niet. Ik word er heel boos van, denk ik. Heel pissig van. Nee, ik vind het heel naar. Ja,